favoriete band, dit jaar? Die Domstoemen. Club Draai. Jantje Smit. Oog. En de Kunt mee. En hoe dan? Heunag. Hebben ze de kassenroute Spatsen. Foxclub. Foxclub? Ja. Waarom? Leuke mannen. Ja. Daar ga je voor? Ja, zeker. We hebben 100 miljoen platen verkocht. Nee, sorry. Veel minder tijd. Domstoemen natuurlijk. Dat is elk jaar mijn favoriet en dat zal ook mijn favoriet blijven. Beetje verliefd op Mickey? Een beetje, wel een zwak voor hem. Ja. Ja. Waarom dan? Ja, is gewoon een hele leuke, spontane band. Ja, leuk om te zien. Leuk plaatje. Heb je wel eens met hem gekald? Ja, vorig jaar. Wist meer Andreas Cavalier zeker? Ja. Ja. Dat komt niet. Dat mag wel weer komen. Ja. Je moet voor wel crowdfunding gaan doen. Dat is niet erg. Zullen we daarmee beginnen? Hoe gaan de ex-missen dit jaar het Oktoberfeest beleven? Ik denk dat het nog mooier wordt dan andere jaren. We hebben nu een iets groter groepje, dus ik denk dat het geniet wordt. Ik denk eigenlijk gewoon wie alle andere jaren. Alleen ieder jaar wordt het weer leuker omdat we weer een nieuwe ex-mister bij krijgen. Dus het is ook weer meer gezelligheid, meer dames bijeen. Dus ik denk dat we het weer gezellig gaan hebben. Ja, wel geweldig, zoals ieder jaar. Dat is echt heel leuk. Kun je nog wat speciaals doen? Ja, als u speciaals kunt doen, gaan we het niet zeggen. Ja, ik laat me eigenlijk heel erg verrassen. Het is de eerste keer dat ik met mag doen en ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik zie wel wat er op me afkomt. Leukste ervaring als ex-miss Oktober? Toen we de deelnemers presenteerden, dat iedereen echt zoiets had van wauw. Dat is echt, ziet er echt fantastisch uit. Parade op de vrijdagavond. Op de markt? Ja. De allereerste keer in de parade dat we echt onze jurk mochten showen. En alle kerst, ja, echt de allereerste keer als ex-miss. Geeft dat nog zenuwen? Alsjeblieft. Heb je dan nog zenuwen nu? Nee, het is gewoon spannend. Gewoon leuke spanningen, maar geen zenuwen. Nee. Denk er dus verder fotoshoots. Ja. Op het Oktoberfeest zelf dan? Optochten. Ja. Waarom die optocht? Iedereen heeft het over een optocht. Met een steeds op de wagen en dan zussen gewoon die lui in de ganse stad staan. Dat is gewoon kippenvel. Wie werd de nieuwe Miss Oktober? Ik heb geen idee. Andere jaren kosten de meisjes zich via Facebook opgeven, dus toen wisten we wel bij zich op het gegeven. En dit jaar weten we helemaal niks. Dus ik ben heel benieuwd.